Vandaag presenteren wij met veel genoegen het nieuwe boek van Madelon Tsekaylulos. Wij zeiden vroeger trouwens ook Tsekely, om dat eventjes te onderstrepen. Maar ik heb geleerd van meneer Sas om te zeggen Tsekely op zijn Hongaars. Oude verhalen van mijn oma, geschreven tussen 1935 en 1958. Opgeborgen in een map met de titel Ongeplaatste novellen. Teruggevonden dankzij het internet. En u zult u zich afvragen waarom dan nu pas? Nou, dat zal ik u vertellen. Haar dochter Cornelia, die wij dus kennen als Kortjo, verdween begin 60e jaren en niemand kon of wilde ons vertellen waar ze was. Nu begrijp ik ook waarom. Want zij was namelijk werkzaam voor de Israëlische overheid en was onder andere belast met het opsporen van oorlogsmisdadigers in Zuid-Amerika. Je begrijpt natuurlijk dat dat een groot geheim was waar wij enigszins iets van wisten, maar we wisten niet de details. Ik begrijp dus ook waarom wij niet werden geïnformeerd. En dat maakte mijn zoektocht naar haar bijzonder lastig en bijzonder moeilijk. En ik kan wel zeggen dat zonder internet het me ook niet was gelukt. Helaas is zij in 1969 op 39-jarige leeftijd plotseling overleden in Mexico. En zij liet haar man Heinz en haar zoon alleen achter in Mexico. Michael heb ik na een intensieve zoektocht, vooral via internet, op 1 november 2008 teruggevonden. Daarover schrijf ik een boek en dat komt in het najaar komt dat uit. En daarin wordt die hele zoektocht beschreven en wat er achtergronden ervan zijn. Daar wil ik het nu niet over hebben. Vandaag gaat het over Madelon en daar zal ik op inspelen. Hij wist niet van ons bestaan af. Wij wisten wel dat hij er zou zijn, maar waar wisten wij niet. Voor hem werd zijn leven op die dag veranderd doordat hij in één klap er een hele grote familie bij kreeg. Hij had thuis verhuisdozen en koffers vol met persoonlijke zaken van zijn ouders. En die zijn altijd met hem over de hele wereld gegaan. Want hij heeft nogal wat reizen gemaakt in zijn leven. Na onze eerste contacten kon hij eindelijk de moed opbrengen om in dat materiaal te gaan kijken. Want dat had hij daarvoor nog nooit gedaan. En zo arriveerde er op een late zomernadag in 2009 een koffer vol materiaal met foto's, dia's, maar ook met mappen. En in een van die mappen met de titel Ongeplaatste novellen vonden wij het nu uitgegeven werk van onze oma. Het waren zeer ontroerende verhalen om te lezen. Ik heb daar met ontroering naar gekeken. Ik keek natuurlijk met een hele speciale bril. Ik was natuurlijk op zoek naar informatie over mijn oma, die ik nog nauwelijks 4-jarig jongetje gekend heb en daarna niet meer. Het is daarom voor mij zo bijzonder, omdat ik haar juist door die verhalen heb leren kennen als persoon. Want zij schreef vooral met veel autobiografische kenmerken. Eigenlijk zijn de verhalen die wij nu in boekvorm hebben uitgegeven eigenlijk een dwarsdoorsnede van haar leven en haar directe omgeving. En dat werd te meer duidelijk omdat ik die verhalen heb voorgelezen aan mijn 91-jarige slechtziende moeder, Maud. En zij reageerde helder van geest hierop door aanvulling te geven van, oh ja, dat is die persoon en dat is die situatie. Het waren vaak familiesituaties die ze eigenlijk verdekt op beschreef. En zo heb ik haar leren kennen door haar eigen werk. Ook, en dat moet ook gezegd worden, hadden wij goede contacten nog steeds met Frank Okker. Frank Okker heeft een prachtige biografie geschreven over het leven en werk van Madelon.
En hij heeft ook mede mij meer informatie gegeven over het leven van Madelon. En het is verdiepend geweest. Het samenstellen van het werk is voor mij een soort avontuur geweest. Dat heb ik samen gedaan met Helene van Brakel. Een buurvrouw die schuin bij mij achterwoont in het kleine, mooie dorpje Linschoten. Zij heeft dat met veel enthousiasme geredigeerd, aangepast aan deze tijd. En in onze ogen is het een leuk, prachtig stuk werk geworden, leesbaar. En wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven. De tekeningen die gemaakt zijn door Hoesijn. Ja, dat klopt. Ik kreeg de eerste tekening van Sonto de Haan te zien. En ik was gelijk om, Kees. Dat toen zei ik van, ook in de geest van Laszlo. Die illustreerde vaak ook nog het werk van mijn oma. Heeft Hoesijn leuke tekeningen, schetsen gemaakt van momentopnames uit de verschillende verhalen. Om iets over mijn oma te zeggen. Ik had al gememoreerd dat ik was ongeveer 4 jaar oud toen zij op 22 mei 1958 overleed in Amsterdam. Ten gevolge van een hartaanval. Ik kan me dat als kind nog allemaal heel goed herinneren. Ik zie mijn moeder nog zitten huilend op het stoepje voor het huis in Schaarsbergen. En ik kan me zelfs fragmenten herinneren van dat oma bij ons thuis was in Schaarsbergen. Want ze zou daar bij ons komen gaan wonen. Dat is helaas niet gebeurd. Maar ze las bijvoorbeeld voor uit Duco's Gevleugelde Dromen. Een boek, een kinderboek geschreven door tante Riek. Voor familieleden en bekenden. Verder kan ik me heel goed herinneren dat ik een dubbeldekkerbus kreeg die mijn oma meebracht uit Londen in 1956. Nou, toen was ik 2,5 jaar oud. Ik kan me dat nog herinneren. Maar dat was heel erg fragmentarisch. Ik heb haar pas echt leren kennen door haar werk en de verhalen die ze geschreven heeft en door mijn intensieve speurtocht naar Kortschel. Dat was voor mij de grote verdieping. Er is één verhaal in deze bundel die mij behoorlijk heeft aangegrepen. En dat verhaal is De Jongetjes. De Jongetjes gaat over twee jonge kinderen die in onze familie komen. En zij worden een beetje met wat minachting behandeld door onze andere overige familieleden. Maar deze jongetjes ontpoppen zich als verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. En ik heb dit verhaal ook voorgelezen aan mijn moeder. En zij reageerde gelijk met, ja, Ton en Han, dat zijn, of Han en Niek, dat zijn Tom en Jan Pleiten. En ik heb daarop gegoogeld, zoals je dat tegenwoordig doet via internet. En kwam tot de ontdekking dat het twee jonge mensen zijn geweest die verzet hebben gepleegd in de Tweede Wereldoorlog en daarvoor met hun leven hebben betaald. Dus dat maakt voor mij het hele boek en dat hele verhaal geeft een dramatische lading. Ontmoeting met de dood is daar dan ook direct mee gecorreleerd. Maar ze beschrijft ontmoeting met de dood in het allerlaatste verhaal, waar ze op een gegeven moment de dood ontmoet in haar leven en daar dan ook een soort bevrijding in ziet. Dat is het laatste verhaal van deze bundel. Ik hoop dat u veel plezier zult beleven aan deze verhalen. De titel Ontmoeting met de dood kan afschrikwekkend werken, maar dat is niet de bedoeling. Lees tussen de regels door. Bij sommige mensen waar ik de uitnodiging overhandigde, ontmoeting met de dood, kreeg ik natuurlijk gelijk wat associaties. En dat is niet de bedoeling. Lees de verhalen zoals ze zijn opgeschreven en laat ze gewoon rustig op je inwerken. Allemaal stuk voor stuk ontroerende verhalen van Madelon. Veel autobiografische kenmerken, namen veranderen zij vaak.
en situaties ook. Graag had ik dit boek willen aanbieden aan mijn moeder. Maar helaas is zij op 15 september 2010 overleden. Zij wist van het ontstaan van dit boek. Zij kent de inhoud van het boek, behalve dan de tekeningen. Die heeft ze dan niet mogen zien. Maar zij stierf met de woorden, het is goed zo. En zij accepteerde de dood als onderdeel van het leven. En dan de vraag, waarom nu het exemplaar, het eerste exemplaar aan Kester Frerichs? Ik heb Kester leren kennen tijdens mijn zoektocht naar Kotschel. Hij is bij mij aan huis geweest en hij vertelde enthousiast over wie hij was, wat hij deed. En zijn boek had ik ook gekocht en met heel veel plezier gelezen. Hij was enthousiast en eigenlijk is dat het enthousiasme. Mensen die enthousiast zijn, die hebben mij een streepje voor. En dat geldt ook voor Kees de Bakker. Ik heb ook Atlas, dat is een andere uitgeverij, waar de biografie verschenen is van Frank Okker. Daar heb ik ook geprobeerd contact mee te krijgen en verteld over de vondst. En zij reageerde maar niet en na lang aandringen kreeg ik reactie. En het paste niet in hun schema. Kees daarentegen reageerde binnen 6 uur op mijn mail met de vraag of hij belangstelling had voor dit werk. En vandaar dat Kees ook gekozen is als uitgever, ook mede, ook omdat hij een ander werk van Malon heeft gepubliceerd. Maar dat was voor mij de belangrijkste reden. En dan wil ik eigenlijk nu overgaan tot het aanbieden van het eerste boek. Michael, wil je even naar voren komen? Michael is my cousin from who I found in Germany. He understands Dutch. Dus ik ga nu verder in het Nederlands. And doesn't speak it. En wij willen graag Kester Frerichs naar voren hebben om hem het eerste exemplaar aan te bieden. Prachtig. Het eerste exemplaar. Mooi. Wij zullen het na afloop even voor tekenen. Je weet hoe dat is. Zo wordt dat, ja. Het is een beetje politiek ook. Ja. Nou, het is een prachtig boek. Hartelijk dank en gefeliciteerd. Okay, dank je. En dan nu is het woord aan Kester. Bedankt.